Welkom bij 023 Voetbal. Het damesvoetbal in Nederland zit enorm in de lift. Het is ook niet zo gek als het Nederlands team van die prachtige prestaties haalt. Het is dus tijd om eens een keer over damesvoetbal te gaan praten. En we doen dat met Erwin van Baarle, de grote man bij Allianz achter het damesvoetbal. En met Anna van der Vlist. Nou, die gaan we leren kennen, want dat is een van de uitblinkers. Ik begin met een vraag aan Erwin van Baarle, want er is nieuws. Ja, Erwin, er is nieuws. Er komt een eredivisie voor dames. Ja, eindelijk. En dat was ook echt wel tijd. Hè. Dus de KNVB heeft zich nu inderdaad ingespannen om meidenvoetbal dan hè, echt op goed niveau een kans te geven. Ik denk ook geïnspireerd door de successen in afgelopen zomer. Daarvoor had je echt landelijk een heleboel hoofdklasses. En dat was, daar merkte je gewoon dat de krasverschillen zo gigantisch waren. En we hebben nu ook een najaar in de hoofdklasse gespeeld. En dat was gewoon niet leuk meer. Er worden 10-0. Daar werden de spelers ook lui van gewoon. Geen weerstand ook. Het was bijna geen weerstand. En dat wordt nu veranderd. Er komt nu echt een soort landelijke divisie. Een divisie West krijg je, waar wij in zitten. En bijvoorbeeld ook Feyenoord en Excelsior. En je komt een divisie Oost. Ja, dus we gaan echt op landelijk niveau spelen en we hebben hoge verwachtingen van de weerstand. Nou, dat zal ongetwijfeld zo zijn, want er zijn damesploegen die heel goed zijn. Brengt me gelijk bij de volgende vraag. Als er een eredivisie komt waar je als Haarlemse club in meespeelt, wat op zich al een opmerkelijk feit is, is het dan ook mogelijk dat een van die meisjes, bijvoorbeeld Anna van der Vlist, het Nederlands team halen? Dat zou mij niet verbazen. Kijk, het is natuurlijk ook zo, je moet natuurlijk op een gegeven moment gezien worden. En op het moment dat wij nu, zoals we nu, wij spelen nu in de jongenscompetitie om weerstand te hebben. Ja, er komt natuurlijk niet zo gauw een scout kijken bij in de tweede klasse bij een jongenscompetitie. Maar op het moment dat je in zo'n eredivisie gaat spelen. Hè, we weten ook wel van dat een aantal meiden die zijn al in beeld bij de zeg maar de dames BVO's, zo'n Telstar, ADO Den Haag. Dus die zijn al gezien. En dit is natuurlijk een prachtig podium om je echt te laten zien. Absoluut. Week in, week uit. Ja. Wat ligt er eigenlijk aan ten grondslag voor de keuze voor de clubs? Welke clubs daar worden toegelaten tot de eredivisie? Daar heeft de KNVB in overleg gedaan met een aantal grote clubs. Hè, die echt ook wat die grote damesafdelingen, medeafdelingen hebben. Ze hebben gekeken naar de resultaten in de hoofdklasses van het afgelopen seizoen. Ja, en dan zie je het meteen. Dan zie je meteen dat een aantal clubs, die hebben 10 wedstrijden, 30 punten. Dan denk je, nou, dat is er één. Ja, dus op die manier hebben ze dat, op dit moment zitten ze ook op 18 of 20 clubs. Ik kan de vraag zijn, wat is het aantal? Het worden 18 of 20? Ja, ze zijn nu nog bezig, maar het worden er in ieder geval 18. En wij zitten nu in een pool van 9 en dat kan nog een pool van 10 worden. En Oost zit er ook al op 10. Leuk hoor. Je zit al op 9 zelfs. Ja. Anna, je hebt weinig mannelijks. Maar je voetbalt als een kerel. Je kan alles wat een man kan. Hoe zit dat? Ik weet niet. Ik heb altijd gevoetbald. Ook toen ik klein was. Gewoon altijd op straat voetballen. En altijd trainen. Gewoon de hele tijd. Ook toen basisschool. Altijd elke dag was ik op Allianz te vinden. 10 tot 10 uur. 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Was ik alleen maar aan het voetballen. En ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Maar er is niets dat je niet kunt, hè? Nou, er zijn nog wat dingen waar ik kan verbeteren. Zoals? Snelheid kan ik nog veel beter. Ik moet sneller, gewoon sneller pasen, sneller omheen kijken. Pases moeten nog beter aankomen. Om me heen kijken, zoals ik al zei. Er zijn altijd verbeterpunten. Dus, het is goed te hebben. Heb je vroeger ook getraind met die jongens? Of dat heel niet? Even. Er waren natuurlijk nog geen meidenteams vroeger. Dus als je dan aanmeldde, dan kwam je automatisch in een jongensteam als meisje. Ja. Dus bij de F heb ik bij de meiden gezeten, nog even, volgens mij nog heel even bij de E, een seizoen of zo. Bij de E hebben we nog één seizoen. Eén seizoen bij de jongens. Ja, en daarna. Toen hadden we er ineens genoeg. Ja, toen hadden we bij de meiden. Denk je zelf dat het verschil uitmaakt? Of je als meisje eerst hebt getraind met jongens, of dat je meteen begint met een totaal meisjesteam? Omdat die jongens toch iets anders voetballen dan meisjes over het algemeen? Nou, ik denk als je jong bent, zoals 6, 7, dat het nog niet heel veel verschil maakt. Want jongens zijn zelf ook nog op die leeftijd, ze zijn nog niet sneller of zo dan meisjes, of nog niet steviger dan meisjes. Maar ik denk wel als je ouder wordt, zoals 13, 14, misschien ook 15, dan worden jongens natuurlijk sneller en ze zijn steviger, dus de duels worden harder. Je moet altijd iets meer geven, dus ik denk dat het op die leeftijd wel uit gaat maken. Oké.
Je ziet er weer in heel veel clubs die geen meidenafdeling hebben, maar wel meisjes aannemen. Dan spelen die meisjes in de jongensteams. Ja. Dat is altijd een behoorlijk niveau, valt mij op. Hoe zou dat komen? Van die meisjes? Nou, ik denk dat je daar alleen meisjes ziet die dus echt ook gewoon zo ontzettend fanatiek zijn en zo heel erg mee willen in zo'n jongensteam. En ik denk, daar zitten ook vaak, daar zitten ook vaak hele fanatieke ouders achter. Ja. He, die hebben al zo'n beeld van nou, mijn kind in de Eredivisie of in het Nederlands elftal. En er zit ook iets in, en dat heeft ook wel iets te maken met het belang van zo'n meidencompetitie. Er zit ook een soort onbewezen vooronderstelling in van de KNVB. Want de KNVB zegt ook nog steeds, om echt heel goed te worden, moet je zo lang mogelijk bij de jongens blijven. Ik heb daar zo mijn bedenkingen over. Voor sommige meiden, Anna is natuurlijk een mooi voorbeeld, die had ook altijd praats genoeg en die was altijd gewoon hartstikke goed. Dus die kreeg de bal wel. Een heleboel andere meisjes en jongens die krijgen de bal echt niet hoor. Nee. Ook jongens die niet zo goed kunnen voetballen, denken toch vaak, geef die bal maar aan mij, dan komt het goed. Ja. Ik zie dus meisjes in zo'n meisjesteam echt opbloeien en beter worden. En ik heb bij de KNVB ook nagevraagd van wat, op basis van welk onderzoek hebben jullie vastgesteld dat meisjes zo lang mogelijk bij de jongens moeten blijven? Er is helemaal geen onderzoek. Dat geloof ik niet. Ze zeggen van ja, al die meiden die nu in het Nederlands elftal spelen, die hebben altijd bij de jongens gevoetbald. Ja, ja, dank je de koekoek. 10 jaar geleden was er helemaal geen meidencompetitie. Nee. Dus dat snap je. Dus het is wel, er zit ook wel een logica in, hoor. Het is geen onzin. Maar het is gewoon een mening. Ja. Zouden die meisjes ook harder zijn dan wanneer ze alleen met vrouwensvoetbal? Dat geloof ik niet. Tot nu toe, ik weet niet hoe je hebt. Als wij de afgelopen 2 jaar, als wij blessures hadden, was het eigenlijk altijd in wedstrijden tegen meisjesteams. Hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Moet ik dan denken aan de onbedoeldheid van de tegenstander? Harder. Mensen, wij hebben afgelopen, op de Hemelvaartsdag hadden we een toernooi, daar zaten ADO en Anderlecht, Borussia Mönchengladbach, nou noem maar op. FC Twente deed daar mee, wij deden er mee. Hard jongen, hard. Ja, het is meestal nog harder dan bij de jongens. Zo, echt, jongens zijn soms wel voorzichtig, dan denken ze, oh het zijn meisjes, doen we rustig aan. Ja. Ja. Maar meiden tegen meiden, dat wordt natuurlijk dat is bij een slagveld. Ja. En die clubs die je noemde, hoe deden jullie het daartegen? Deze keer hadden we het zwaar. Hè? We waren niet erg tevreden. We hadden ook wel wat pech, maar we kwamen net in plaats van derde in de pool, werden we vijfde in de pool. Dus uiteindelijk zijn we daar niet zo hoog geëindigd deze keer. Maar er zijn voorbeelden dat het wel zo was, hè? Met het wintertoernooi bij het Gooi. Er speelden eigenlijk ook al die clubs. Er speelden we ook tegen VV Alkmaar, tegen ADO Den Haag. En dan zijn we derde geworden. Ja, dus dat was van de 12. Dus dat was en de deel buitenveld uit Eindhoven. Maar het zijn ook nogal wat ploegen waar jullie tegen hebben gespeeld. Zijn Mönchengladbach, Gent, wie zijn er meer bij? Ja, Gent inderdaad. Nog wat Belgische profs. Zulte Waregem deed mee. Racing Genk geloof ik. Anderlecht zei ik al. Dus dat zijn echt, dat is leuk. Dat is natuurlijk de top van België al. Ik sprak een tijd geleden eens een keer met een meisje van een voetbalclub. Ik kan me zo 1, 2, 3 niet herinneren van welke club dat was. Yeah. En daar hebben ze dus geen meisjesteam. Maar zij zei van, ik blijf zo lang mogelijk bij de jongens voetballen, want dan leer ik het meeste. Mm. Ik leer het beste incasseren. Ja. Zit daar een kern van waarheid in of niet? Nou, er zal zeker iets waar zijn. Zeker als je als meisje dan ook, hoe moet ik het zeggen, assertief genoeg bent om ook echt de bal te krijgen. Want dat is het wel hoor. Je moet wel echt een positie hebben in zo'n jongensteam dat ze een beetje tegen je opkijken. Je moet eigenlijk geldt daar hetzelfde als in leidinggevende posities. Zeggen vrouwen wel eens van ik moet niet even goed zijn als die mannen, maar ik moet ietsje beter zijn. Nou, deze dame die stond ook in het veld, zegt van kom hier met die bal, zoals meer de aanvoerder dan gewone speelster. Ja, dat is heel leuk om te zien. Precies. Ja. Ja, voor zulke maar zijn jullie ook erg gemeen in het veld? Ik heb een paar keer een damesteam mogen fluiten en dat is wel leuk, maar als je toevallig met niet goed oplet, dan zie je ze toch even lekker zo aan die staart trekken. Ja. Dat gebeurt bij jullie ook? Of zijn jullie nog heel aardig voor elkaar? Tegen tegenstanders? Ja? Nou, we zijn vooral heel erg fel. Dus we zijn wel... Fel of vuil? Nee, fel. Fel. Dus het is af en toe wel even een tikje, maar het is niet expres of zo, maar het is gewoon dat je voor die bal gaat. Ja. En dat je dan af en toe nog wel je speelster meeneemt. Ja. Je zit in je voetbalkleding, want je gaat zo weer trainen. Hoe vaak trainen jullie in de week? Nu 2 keer, maar volgend jaar wordt dat 3 keer.
dat moet ook wel, hè? Ja. Ja, 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 ja. Heel veel van die clubs waar we tegen gaan spelen, die trainen 3, soms al 4 keer in de week. Dus, Jongen, ja. Jullie waren de eerste of DSS was de eerste? Weet je dat? Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat DSS in ieder geval eerder met, zeg maar met echt een wat grotere aantallen begon. Maar je doet het nu al een jaar of 10, hè? Ja, 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 ja. Het is bij ons ook al een jaar of 10. En ik heb het van nabij meegemaakt. Ja. Je hebt wel moeten knokken, Erwin. Ja. Het werd niet zo geaccepteerd in het begin. Nee. Het ging, weet je, het was... in het begin natuurlijk toch zoiets van, echt wel die vooroordelen van, hè, een beetje zonde van het gras, hè, die meiden. Toen werd op een gegeven moment vast zoiets van, dat jongens of trainers dan zeiden van, had je ook wel gezellig voor die jongens, al die meiden. Mm-hmm. En die dachten aan die hockeyfeest en dachten, dat is leuk als we dat ook op zo'n voetbalclub kunnen hebben. En je merkte, als wij het even niet opletten, dan zat je op ongunstige trainingstijden. Je zat eigenlijk nooit op het kunstgras in het begin. Dus daar moest je echt de hele tijd wel alert op zijn. En dat is wel inmiddels nu aardig veranderd. Maar je moest er gewoon op letten. Of je zat gewoon niet in. Ik noem het. Een mail naar iedereen. En dan niet naar ons. Ja. Ja, en het was geen boze opzet hoor. Maar je moet er gewoon op. Je moet er gewoon op alles letten. Ja. Door de muur heen. Door de muur heen. En door het gebruikelijke heen. Trouwens, een erg leuke club, hè, Allianz. Jullie hadden dit jaar 3 koninklijke onderscheidingen. Ja, man, zeker. Die zitten werkelijk helemaal uit apelhazers werken. Ja. Jij volgend jaar? Dan moet jij dan maar een actieclub in gang zetten. Ja. Ik kan me voorstellen als je, hè, want het is natuurlijk voor Haarlem. Ja, is er ooit een Eredivisieclub geweest? Ik weet niet of HFC ooit in de Eredivisie heeft gespeeld. Maar in ieder geval nee. Dus je bent dan de eerste die in de Eredivisie speelt, dan moeten de sponsors naar je toe. Ja, ik wou eens zeggen, hoe ga je dat allemaal doen? Hoe we al die sponsors moeten ordenen. Nou, niet alleen die sponsors, maar ook kijken, als je naar andere clubs in de Eredivisie kijkt, moet je kijken wat voor eisen de KNVB allemaal gaat stellen. Is dat bij jullie ook zo? Kunnen jullie op budget? Nou, het is nu nog, het begint als een pilot, hè. Dus we gaan nu een najaarscompetitie doen en na die najaarscompetitie wordt er gekeken van hoe bevalt het. Er wordt ook gekeken naar de uitslagen. De bedoeling is natuurlijk dat je nu uitslagen van 2-3 en 2-1 en 1-1 gaat krijgen in plaats van 10-0 of wat 14-0 gehad en zo. Dus daar wordt naar gekeken en dan wordt het is nu een soort A-categorie, nog niet helemaal A-categorie, want heel veel clubs hebben ook aangegeven, heel veel clubs hebben ook echt wel meerdere jaargangen nodig om tot 1 team te komen. Dus wij hebben ook een paar dispensatiespelers dan. En wij wilden ook graag, al die clubs wilden graag doorwisselen. Want dat vind ik, als je echt A-categorie speelt, dan mag je, als je eenmaal iemand eruit hebt, die mag er niet meer in. Nee. En ik vind in de jeugd moet je eigenlijk door kunnen wisselen. Ja. Dus dat vind ik ook, dat vind ik ook, daar ben ik ook wel blij mee hoor. Ja. Ja. Maar dus voor tot die tijd zal de KNVB nog rustig zijn met de eisen die ze stellen. En budgetair, wij zitten natuurlijk nu met, dat merkten we, met dat wintertoernooi, komt Excelsior, komt een fantastische bus aan. Ja, dat was echt heel grappig. En jullie op de fiets? Of en wij kwamen in 7 auto's kwamen wij aangekocht. Je komt er ook over. Ja, en ik wil zomaar keurig in trainingspakjes en zo. Nou, dat is bij ons allemaal nog volstrekt niet geregeld. Maar lol was natuurlijk wel. De eerste wedstrijd Excelsior. Nou, ik weet niet meer, maar daar wonnen we. Ja, we hebben in ieder geval wonnen. Ik weet niet meer met hoeveel. Maar denk je ook echt dat de KNVB aan jullie ook dat soort eisen zal stellen? Ik denk nu nog niet, maar ik denk dat op een gegeven moment wel gaat komen. En ik vind zelf ook, hoor, je moet ook een beetje professioneler uitstraling hebben dan we nu hebben. Ja, maar die najaarscompetitie, één vraagje nog. Die najaarscompetitie geldt als een testcase voor het vervolg. Ja, ja. En wanneer begint men dan met dat vervolg? Echt in januari? Ja, gelijk in januari. Ze willen gelijk in januari. Ja, dus ook dat je ook een voorjaarscompetitie hebt. Okay. Als het bevalt, dan zullen ze misschien kijken van ik zou me kunnen voorstellen dat ze toch tot een mix gaan komen van divisie Oost en West. Weet ik niet. Ja, dan krijg je natuurlijk wel weer langere reistijd. Maar goed, wij spelen nu... afgelopen 2 jaar spelen we in zo'n soort wilde Europese competitie, waar wat Belgen, Duitsers en clubs uit het hele land in meedoen. Dus wij spelen nu op zaterdag. En dit jaar valt het wel mee hoor, maar vorig jaar waren we dus ook regelmatig. Op zondag kon de hele bubs dan naar Arnhem. En dan ontmoeten we Borussia Mönchengladbach halverwege. Of we gingen naar Breda, dan ontmoeten we dan Gent halverwege. Leuk hoor.
Dus dat was hartstikke leuk, maar dat moet niet te lang duren. Want er zijn nog wel mensen op het eindexamen. Dus dat moet je niet en zaterdag en zondag best zijn. Anna, ik weet het uit ervaring, hè, want ik heb je getraind. Ik ben een aantal jaren, zoals jullie weten, bij Allianz trainer geweest. 9 jaar. Je kan alles. Je kan keepen, je kan voetballen, je kan in de spits spelen. Je kan echt alles. Wat is je doel? Mijn doel? Met het met voetballen. Nou, ik wil gewoon natuurlijk gewoon kijken hoe ver ik kan komen. Gewoon het beste uit mezelf halen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ik heb wel natuurlijk een doel om later even op tv te verschijnen ergens. Twee Lieke Martens. Je durft het niet uit te spreken. Oh jawel, ik zou wel proefvoetbalster willen worden, zeker. En het Nederlands elftal? Dat is natuurlijk wel een doel. Ja, als je er eenmaal in zit daar, dan word je natuurlijk ook wel het Nederlands elftal behalen. Schrijft u de naam Anna van der Vlist maar in uw agenda en dan kijken we over 1 jaar of 3, 4 en dan speelt ze er echt in. Ze heeft echt het niveau van een Lieke Martens, dus ik maak geen dol. Ik vond het erg leuk dat u weer keek. Dit was een programma over damesvoetbal en dat werd hoog tijd. Dank u wel. Oké.